Welkom in Assen bij onze eerste taxatiedag. Nummer 20 mag naar de taxateur. Ik heb een tinnen koffiekannetje meegebracht dat waarschijnlijk uit Noord-Groningen komt. Van de, zoals dat heet, opoe van mijn vrouw. En dat zou, denk ik, zeker 100 jaar oud kunnen zijn, maar ik heb geen idee. Dus we laten het graag eens bekijken, want we hebben nooit iets van gehoord van mijn schoonmoeder. Het maakt een wat oude indruk. En welke tijd is het ongeveer? 1900, 1910. 1910. Wel, ja, ik dacht ook 100 jaar ongeveer. Maar dat is ja, dat klopt wel ongeveer. Hoor. En is het was niet de waarde, maar wel de leeftijd en ook wel de bevestiging dat het een koffiekan is uit de kring van de familie. Dus toch emotioneel van waarde voor ons. Ik vond hem eigenlijk heel leuk. Maar ja, goed, het is altijd van, wat is de waarde van zoiets? Dus daarom zijn we hier, omdat alleen van de hele enge mannen die erop staan. We hebben altijd even op internet gezocht. En daar kwamen we hem tegen. En toen dachten wij dat hij best wel wat waard was. De taxateur zei net dat het schaaltje 30 euro waard was. Nou, vind ik toch een leuk bedrag voor zo'n schaaltje. Mijn vader is ongeveer 15 jaar geleden overleden. Die was 97 en die heeft van het allereerste begin geprobeerd muntjes te sparen. Dat was toen natuurlijk vrij moeilijk, want dat kreeg je niet zomaar. Hè? Maar hij vond later nog hele oude munten. En ik vond het leuk om eens even te kijken of het nog wat waard was. Was het ook wel hoor. Nu waren er wel enkele waardevolle. Kijk deze bijvoorbeeld. Dat zijn nog zilveren rijksdaal. Dus die zijn ongeveer 30 euro. En er zit ook nog een muntje hier vanuit 1700. Maar het is, ik had gedacht dat het al met al veel meer waard zou zijn. Maar dat is dus niet zo. Maar dat is niet zo erg hoor. Dat hoeft ook niet voor het geld. Ik vond het toch wel interessant. Nee, de eerste keer dat ik in deze kringloopwinkel kwam, toen zei ik tegen twee medewerkers, ik zeg, vindt u dit een waardeloze kringloopwinkel? Wat dan, zeiden ze? Nou, ik zeg, jullie hebben hier zoveel leuke spullen dat we, en ik woon hier vlakbij, dus ik kom hier dan veel te vaak. Dan zegt mijn vrouw weer, wat heb je nou weer gekocht? Maar toen ik dat zei, toen zag ik in de ooghoek zag ik dit schilderijtje staan op een randje. En het gesprekje was afgelopen met de medewerkers. Ik liep weg en toen dacht ik bij mezelf, ik ga toch nog even kijken. Misschien is dat schilderij toch wel leuk. Dus ik loop terug en ik zag hem daar staan. Nou, gelukkig was hij afgeprijsd, want hij kostte 2 euro en ik kon hem meenemen voor 1 euro. Dus dat was nog net te doen. En ik kom hier vandaag en de expert die zegt van nou, je kunt toch rekenen tussen de 500 en 1000 euro. Moet wel wat schoongemaakt worden. Nou, en het advies van neem eens contact op met de Groninger ploeg, het museum, om te kijken van, nou, of die mij verder kunnen helpen. Het schilderij is geschilderd door Leemhuis. En Leemhuis had veel contacten met de schilders van de Groninger ploeg. En het aardige is natuurlijk dat het hier voor heel weinig geld gekocht is. En terwijl het een waarde heeft van tussen de 500 en de 1000 euro. En ook een fraaie schilderij is. Maar voor mij is het meer een kwestie van dat ik compositie mooi vond. Mijn vrouw die vond het erg donker. Maar ik vond de compositie gewoon mooi. En het is een bestaand kasteel aan de Vecht. Nou, ik ga in ieder geval eens contact opnemen met het museum. Eens kijken of die mij verder kunnen helpen.